Goedemorgen, dames en heren, jongens en meiden, en welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Ik zit op dit moment in de auto en ik ben onderweg naar mijn familie toe. En naar mijn familie, dan bedoel ik eigenlijk mijn tante en mijn neefje, want ik ga wat leuks doen vandaag voor hem. Ik heb namelijk 2 jaar geleden heb ik zijn voetbalteam gesponsord, jongens. Nou, ik heb toen eigenlijk alle tenues verzorgd voor zijn voetbalteam. Volgens mij zat hij toen in de F'jes, dacht ik. Ik weet het niet zeker. Maar we zijn dus nu alweer 2 jaar verder. Dus, er werd mij vandaag weer gevraagd, of tenminste eigenlijk van de week gevraagd, wil je dit weer sponsoren? Nou, ik vond het best leuk, want ze lopen zeg maar allemaal met de Gio zo groot op hun trui. Dus ik vond het best wel grappig. Dus vandaar, ik ben hier bij mijn tante in de buurt en we gaan eventjes langs. Want we gaan vandaag dus langs de drukkerij om te zien hoe het er dus weer uitziet. Ik ben benieuwd of ze dan ook nu, aangezien we 2 jaar verder zijn, weer andere tenues hebben of niet. Waarschijnlijk wel een maatje groter ook, denk ik. Mijn broek zit helemaal onder de kattenharen. Kijk, zo. Oh, nee joh. Nou, misschien heeft mijn tante een roller of iets. Ik heb een lekker blouseje aan. Ik vind het altijd er netjes uitzien. Kijk deze Fiat trouwens. Een Gucci Fiat. Kijk dan. Er staat ook Gucci op. Met die Gucci streep hier. Nou jongens, we zijn binnen. Hallo. Hallo, goedemorgen. Hey, hoe lang is het nou geleden dat ik de vorige keer het team gesponsord had? Dat is 2 jaar geleden? 2 jaar. Ja, 2 seizoenen geleden. Maar dan zijn de shirtjes ook groter nu, denk ik dan, of niet? Heel groot. Ja, toch? Ja. En bij welk team voetbal je nu? Xerxes. Ja, maar hoe heet dat? Onder de 13-2. Oh ja, dat is anders tegenwoordig. Het is geen F'jes en alles meer natuurlijk. Ja, ze oh, ja. hebben nu de 12 hebben ze overgeslagen. Ze zijn nu naar de 13-2 en nu gaan ze heel veel voetballen. Maar hoeveelste ben je geworden de vorige keer van het seizoen? Ja, was bij 2, dacht ik. Tweede? Ik weet het eigenlijk niet. Maar wel met mijn naam op de shirtjes dus. Nee, okay. Nee, ik weet het niet. Ik zeg eigenlijk... Laat het gewoon op eerst houden. Je bent eerste geworden. Nou jongens, ik heb hier 2 cadeautjes gekregen. Ik ga even kijken wat erin zit. Kan jij me vasthouden? Ja, tuurlijk. De eerste is echt iets dat moet van Zet iedere baby hebben. En Zet? Oh. Die laat hij van jou zien. Dat is jij hem ook het verschil. Gehad? Oh, echt? Oh ja, maar jij hebt hem natuurlijk over gebruikt in de tijd. Maar hij slaapt er nog steeds mee. Ja? Oh. Kijk het verschil. Zo, inderdaad. Maar hoe lang is die al gebruikt? 11 jaar. 11 jaar al? Zo. Maar ziet hij er nog best wel prima uit eigenlijk. Ja, hij heeft er 2. Elke week gaat er 1 in de was. Dan heeft hij weer een schone. Hè? Lekker. Volgende cadeautje is... Kijk wat dit ja, en deze is ook... Dat moet... Oh, wat een leuke kleur ook. Elke baby een pyjamaatje. Oh, een feestje pyjama. Wow, pyjamaatjes hadden we volgens mij nog niet echt. Nou, super lief. Dat is het allerlekkerste, joh. Als ze in bad zijn geweest en een pyjama kon hebben. Zo, jongens. Wij zijn gelijk naar de... Het is een drukkerij, toch? Zo kan ik het best noemen. Ja, we zijn gelijk naar de drukkerij toegereden en we gaan eens even kijken. Wij zijn binnen, jongens. En kijk eens, ik heb hier de shirtjes liggen. Misschien, het is echt een tijdje geleden, 2 jaar geleden dat we dus dit gedaan hebben. Dus misschien dat echt de trouwe vlogkijkers het nog herinneren. Maar dit zijn dus de tenuutjes. Alleen, ja, ze zijn dus nu een paar maten groter. Ook je kan bijna meedoen, joh. Ja, bijna wel, hè. Ja, ik heb zo nog een shirtje volgens mij op zolder liggen waar ook eentje in mijn maat zit. Ingelijst hadden we dit. Ja, klopt, inderdaad. Nou ja, dit is dan het trainingspakje. Het is wel luxe, hoor. Ik had bij mijn voetbalvereniging vroeger geen trainingspakjes, volgens mij. Ja. Dat komt door jou, hè, Gio. Ja. Anders dan hebben ze pech. Okay. En dan gaan we hier via de computer, staat het logo klaar. Printen via Windows. En dan ok. En als het goed is, gaat dit apparaat... Kijk, Zet. Hey, komt-ie. Voor jouw shirtjes. Hey. Ja. Mooi. Kijk, als je goed kijkt, zie je iets tevoorschijn komen. Hier. Ja, we zien het, in het licht zie je het beter dan. Let op. Kijk, je ziet de G al een soort van terechtkomen. Jongens, ik was echt super slecht op knutselen. Want vaardigheid, alles, dit soort dingen was ik echt niet... Kun je even je duim? Ja, ik zou echt mijn duim eraf snijden. Okay. In 1 keer gewoon hard... Rustig. Ja, klasse. Wow, ik heb toch nog iets geleerd op school. Hey. Kijk, ja, je ziet het in het licht een beetje dat het logo zo erin zit. Ja, moeilijk, met hè, denk ik. De camera zie je het echt niet. We zien het straks beter. Ik voel hem druk. We staan ook echt... Er staan ook allemaal mensen mee te kijken. Iedereen hoe ik dit sta te doen. Kom op, je kan het. Ja. Er zijn 15 jongens zitten op je te wachten. Ja, opgevoel. Ja. 16, toch? 16 jongens. Sorry. Oh, Zet, maak het nog erger. Nou, hij komt langzaamaan tevoorschijn. Kijk, daar komt iets. Oh, ik trok iets kapot. Ik weet niet of dat... Ja, ga maar door. Oké, ga maar door. Hé, moet dit er nou uit of niet? Even kijken hoor. Ik herken mijn eigen logo even niet. Ja, dat moet er zo uit. Dit dat moet eruit, hè? Ja. Ja. Ah, kijk, daar komt ie. Ja, nu wordt het wat. Ik heb hem. Ja, je hebt alleen bij de G heb je dit te veel gesloten. Oh nee, ik heb hem niet goed inderdaad. Ik heb een klein stukje van de G eraf gehad, moet ik zien.
Ik denk dat ik het maar gewoon moet overlaten aan de expert. Ja. Oh, ik kan het beter. Ja, hè? Lekker bezig. Nou, hij was bijna goed gelukt. Ja, bijna goed. Je mist een heel onderdeel. Oh ja, ik mis de onderkant van de G. Hier, ja. Zo moet hij worden. Je ja. Gewoon helaas. Hé, hey, zo is hij ook mooi, of niet? Beetje. Zeg maar gewoon nee hoor, mag eerlijk zijn. Ja, kijk, dit is hoe die hoort natuurlijk. Bijna goed gelukt. Maar ik laat het dan niet over. Ja, nou jongens, kijk dan. Ik leer blijkbaar nog dingen. Mijn eigen logo, die heb ik natuurlijk, ik zie hem bijna elke dag. Maar ik heb dus nog nooit gezien, want ik zie hem nu heel gedetailleerd, dat hier dus een heel klein gaatje zit. Blijkbaar heeft de designer die dit logo, zeg maar, 10 jaar geleden ooit heeft ontworpen, heeft dus hier een gaatje ingelaten. Nou, ik leer nog wat. Hey. Tijd om hem te drukken. Dit is eigenlijk ook wel het spannende moment natuurlijk. Hè? Kijk, ik moet deze erop leggen. Ja, nou moet je echt goed je best doen, hè? Ja, leg de druk maar weer lekker hoog. Kijk, deze erop en dan goed aanduwen. Zet, anders heb jij een shirt met een en nu gaat die piepen straks. Ja, hey, dit wordt echt jouw shirt. Dus als die verpest is, dan is die... Wacht op een piepje. Haal maar los. Oh. Is het wel goed gegaan? Want ik heb geen piep... Ja, is goed. Oké. Okay. Deze eraf halen. En dan nu moeten we heel rustig... Ja. Hier dit. Yes. Hey Seth, je shirt is niet gepest voor het hele seizoen, man. Gelukkig. Gelukkig. Ja, nou, mooi. Ja. Dan heb ik weer een lekker vers shirt. Hij staat er goed op. Dan nu ook nog het rugnummer. Seth draagt namelijk rugnummer 4. Kijken. Ik had dus vroeger nooit een rugnummer met voetbal. Maar jij bent dus een beetje een verdedigende middenvelder eigenlijk, hè? Ja, verdedigende middenvelder en middenvelder. Je onderschept alle balletjes gewoon. Je bent de stofzuiger van het veld, of niet? Ja. 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 Oké, maar we gaan deze ook drukken. Hopelijk niet scheef. Het zou ook een beetje lullig zijn als je rugnummer scheef zit natuurlijk. Dus deze erop. Dit hoort, hè? Ah, nu hoor ik wel het piepje. En nu moet hij eraf. Nummertje 4. Hey. Bam. Ja. Zo, set. Helemaal ready, jongen. Helemaal ready. Kijk, mooi. En dan hier het echte eindresultaat. Hoe de man het veld in gaat. Nou, kijk eens. Tevreden mee? Ja. Draai eens een rondje. Kijk, hoppa. Kan je even een goede schouderduwtje gaan geven. Iedereen van het veld af, hè? Ja, het goaltje scoren. Zit hij goed? Scoort hij veel goals? Nee. Oh. Nee, dat niet. Nou, je bent verdedigd in het middenveld, dus dat hoeft ook niet. Ik ben meer een verdediger. Ja, daarom. Dus dat geeft ook niet. Zo jongens, we zijn weer even terug hier. Weg van de drukkerij. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop eigenlijk wel dat je kampioen gaat worden, Seth. Hoop ik ook. Ik hoop echt dat jij... Nou ja, jij moet dan niet de topscorer worden. Waarom? Maar. Ja, verdedigende middenveld. Het zou wel heel knap zijn als je als verdedigende middenvelder ook topscorer wordt. Hey. Dat zou echt... Dan ben je echt een groot talent, hey. Ja, maar ik denk dat niet gaat worden. Nee, ja. Wie weet. Maar ik krijg nog even lekker een eitje hier en een koffertje van mijn tante. Dus lekker. Zo, we zijn weer lekker thuis. Oké, ik moet eigenlijk wel dus echt even bij mijn neefje gaan kijken, hè jongens. Bij zijn voetbalwedstrijd binnenkort. Het seizoen gaat... Ik weet niet of het nou al begonnen is het seizoen of nog niet. Maar volgende week krijgen ze dus die shirtjes. Dus dat is wel leuk. Dan kan ik ze ook gaan uitdelen waarschijnlijk aan ze. En ja, ik ben dus eigenlijk wel echt heel benieuwd hoe ze dan voetballen. Ik wil wel eens een keer een voetbalwedstrijdje bij zijn. En als het goed is, zo. Ik hoor iemand met muziek aankomen. Moet je horen. Wow, ik hoor je helemaal eind van de straat, hoor ik jou aankomen. Ja. Ik ga even parkeren. Jeetje. What the fuck. Wat een azo, hè. Wat een azo. Hey, dat grind hoeft niet over de brug, hè. Dat grind mag gewoon liggen op dit terrein. Omdat ik geen vierwiel aandrijving heb. Dat heb je laten vertellen door mij. Door jou, ja. Ja, klopt. Ja, alleen alle kracht zit op Linda voorbanden natuurlijk. Dus daar slipt ze veel sneller hier op de terrein. Ik heb daar nooit echt last van met die auto. De Ferrari daarentegen weer wel. Die heeft alle kracht op de achterbanden. Zo, dametje. Zo. Kijk te aankomen dan. Wat heb je allemaal gehaald? Lampenolie. Oeh. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dat is voor... Oh. Dat is voor de fakkels. Lin heeft... Wow, die tas ook. Sassy since birth. Ik heb een attribuutje. Kijk, deze moet jij op. Als ik het cadeautje krijg. Waarom? Omdat je het nog niet mag zien. Anders zie je het al. Ik kan het niet inpakken. Huh? Ja, dan is het te groot voor. Dit moet op. Oké.
Okay. En Alex zei, dit is leuk. waarom niet gewoon een zwarte? Waarom? Nee, Alex zei, dit is leuk. Ja, mooi. Mooie My Little Pony is dit volgens mij. Zo, we zitten... Oh, muziekje. Muziekje aan, jongens. Heerlijk. We zitten gelijk weer terug in de auto, maar nu samen in de Mercedes van Lin. Want we hebben het van de week eigenlijk al gezegd. We gaan dus vandaag kijken bij de dealer voor een vervangende auto voor Lin. Een hoge auto, omdat het dus allemaal praktischer is voor Lin. En het mooie is dus ook dat als ze deze auto nu dus weg staat doen, ze heeft er maar 8000 kilometer opgezet in een jaar. Nog een jaar. Dus gelukkig is jouw afschrijving, die valt echt reuze mee. Ja, en het is zelfs nog minder dan een jaar. Ja, klopt. Echt nog veel minder dan een jaar. Dit zou ook wel het perfecte moment zijn om deze auto dan mooi natuurlijk in te ruilen. Ook met oog op de toekomst weer. Maar Harold, waar ik vaste klant ben geweest 4 jaar lang, die zei ik heb iets heel moois staan voor je vrouwtje. Oftewel voor Lin natuurlijk. Hij praat ook altijd zo leuk natuurlijk. Dus ik las ook comments. Die zeiden van ja, tuurlijk wil Lin een auto. Ik zou ook wel een auto willen als ik hem gratis zou krijgen. Nou ja. Vertel het maar. Dat had mooi geweest als je hem... Die krijg ik van jou. Ja, zomaar, dat, ineens. Dat is waar. Nee, ik betaal geen rode cent al in de auto. Uiteraard. Ja, echt jongens, de comments. Al die aannames. En soms word je er ook gewoon helemaal knettergek van. Allemaal halve zoden die er maar roepen. En die helemaal nergens iets van afweten. Maar zelfs als ik boodschappen doe. Dat mensen zeggen van... ja, je kijkt zeker niet naar het geld. Want je krijgt toch al je boodschappen. Soms, hè? Nee, heel eerlijk. Allemaal. Soms heel eerlijk. En dat zeg ik echt heel eerlijk. Ik bedoel, ik heb echt een lieve, leuke, super toffe fanbase. Dat weet ik. En echt, ik hou echt van jullie. Maar er zitten zoveel... idioten tussen, waardoor ik soms echt denk van ik heb gewoon niet eens meer zin om mijn leven te delen. Jullie roepen maar wat. Ja. Echt, ik hou nou eens op. Hou het gewoon bij de feiten. Ik betaal geen rode cent aan deze auto. Helemaal niks. Zelfs niet de tank. Nee, dat was ook wel heel gezeik om de laatste keer inderdaad. Wij hebben het financieel voor elkaar samen hartstikke goed geregeld. We hebben mooie afspraken gemaakt over wat de een betaalt en wat de ander doet. Maar daar gaat helemaal niemand wat aan. Dat is ons. Ons pakje aan. Je weet het ook niet van je buurvrouw. Je weet het ook niet van je buurman. Dus van ons hoeft het ook niet helemaal op straat te liggen. En eigenlijk zijn wij al heel erg open over dat soort dingen natuurlijk in de vlog. Omdat er altijd zoveel om te doen is. Maar het gaat niemand wat aan. Ja, van mij hoeft het ook niet eens. Zolang het maar goed zit tussen ons. Ja. En dat is het belangrijkste. Van mij hoeft het ook niet. Maar op een gegeven moment dacht ik nou op zich. Beter kunnen we nu wel details gaan delen. Want het is echt niet eerlijk. Ja, maar omdat mensen maar wat roepen. Ja, maar het komt ook over alsof ik zelf niks heb. Ik betaal echt wel heel veel. En dan denk ik ja hallo. Dat mag ook gezegd worden. Ja. Wat ik ook echt vaak jammer vind, is dat heel vaak natuurlijk de mensen die iets negatiefs te zeggen hebben, die commenten dat veel eerder. Terwijl er zijn zoveel mensen die dit kijken en die nooit wat commenten en eigenlijk wel heel veel plezier hebben aan de vlogs. En altijd super met een positieve blik ernaar kijken. Want ja, wat doen we nou eigenlijk verkeerd? We doen geen vlieg kwaad. We leven lekker ons leven. Maar die mensen hoor je vaak nooit. Dus nogmaals, even oproepje aan jullie allemaal. Laat je weer een keertje horen in de comments. Ik wil jullie weer een keertje zien, jongens. Laat je weer een keertje horen. De stille kijkers. Kom maar. Ik heb dat laatst ook een keer gedaan. Nou, toen vond ik het zo leuk om zoveel reacties van jullie allemaal te lezen. Wij zijn in Aalsmeer. En die studio's daar volgens mij, of ergens in ieder geval in dit gebouw, heb ik echt mijn meest beschamelijke video ooit opgenomen, jongens. Huh? Echt de meest beschamelijke video ooit. Ja, jij kent het niet. Ja, dan ging ik met Kinderen voor Kinderen ging ik meezingen. Wat? Met Kinderen voor Kinderen? Oh, ik ga jullie nu gewoon een stukje laten zien. Het was echt... Mag ik dit ook zien? Ja. Ik laat je thuis zien, ja? Dat was echt verschrikkelijk. Echt? Het allemaal in de pot. En de boer maakt goed. Verse peper mag erbij. Dat doet de smaak wel goed. Waarom ging je dat doen dan? Was voor een goed doel. Oh, dan snap ik het wel. Dan heb je het goed gedaan, G. Ja, maar het was echt, echt verschrikkelijk. Gewoon de meest... Ik cringe gewoon zo erg van mezelf. Ik ga het echt gewoon nu opzoeken. Lynn heeft het net gezien. En? Ja, de eerste vraag die in mijn hoofd opkomt is, had je het achteraf nog gedaan? Nee, echt niet gewoon. Als ik wist dat dit heel mijn leven lang online zou staan. Maar ja, soms weet je, soms maak je gewoon fout in het leven. Maar ja, van de andere kant, fout je het. Was wel voor het goede doel. Ja, maar even plus... serieus, waarom moet ik zingen voor het goede doel? Dat is echt verschrikkelijk. Ja, maar van de andere kant, G, zeg maar, het kan er alleen maar beter op worden als je jou in het echt kent. Ja, dat is waar. Oh, daar zijn we dan. Zo, hij staat hier klaar, hè? Dit is wel sexy, hè? Heb je het over jezelf of over de auto? Nee, over de auto. Zo, goeiedag. Ja, we zijn er. Oud en vertrouwd zijn we weer binnen. Ik ben echt gewoon vaste klant en ik heb niet eens auto hier. Zeg aan. Je kan ook gewoon hier blijven slapen. Ja, klopt. Dat hebben we een keer gedaan trouwens. Ja, ik heb een keertje overnacht. Dat was wel leuk. Heb je een keer overnacht? Ja. Echt? En toen werd er geklaagd volgens mij nog een keer omdat het te veel geluid maakte door iemand hier. Wie is dit?
In de En die kwam aanwaaien. Ja, dat was een video-idee gewoon. In de auto, ja. Ja, klopt. Ja, dat was mooi, jongens. Maar de auto staat hier klaar. Er staat dus een zwarte en je hebt een eentje in het kapeetje. Ja, dat is eigenlijk de kleur van die Range Rover Sport die daarnaast staat. Maar die komt nu toevallig, nu, kijk dan. Waar komt die vandaan nu? Echt het buitenland, volgens mij, of niet? Ja, het buitenland. Ja. Ik denk uit Duitsland. We hebben hem volgens mij bij Land Rover Duitsland gekocht. Oké, nou, wat een timing, hè. Mooi, hoor. Maar wat vind je dan mooi? Is dit zwart ziet staan of het grijze? Dat weet ik niet. Ja, dat is moeilijk. Dat weet ik niet. Nou ja, het modeljaar is dus van beide verschillend. Dus dit is een 2023 modeljaar en dat is een 24. Ja. Deze heeft twee schermen, gaan we zo ook even bekijken. En die nieuwe hebben dus één groot scherm à la Tesla. Maakt het van binnen wat sterieler, wat rustiger, maar ook wat saaier. Ja. We gaan zo eens even kijken. Ja. Ik blijf het altijd mooie auto's vinden. Mijn allereerste auto was ook de Evoque, dan niet dit model. Dat was een andere. Die heb ik niet hier gekocht. Dat is de enige Range Rover die ik niet hier gekocht had. Nou, blijft dat een mooie auto dit. Dit is echt super toevallig, jongens. De auto zou er misschien vandaag niet op tijd komen. Maar hij is echt gewoon precies vandaag wordt hij dus hier afgeleverd. Nou, gelijk meenemen maar, of niet? Ik neem hem mee. Goeie timing. Dus ze staan allebei naast elkaar. Nu moet ik even... Lin is een beetje verliefd volgens mij, hè? Komt door jou. Hoezo kon dat door mij? Dat komt echt niet door mij. Dat hij hier mee naartoe neemt continu. Van de achterkant zien we zo ook eventjes goed het verschil. We hebben hier natuurlijk in het pikzwart. Dit is dus dat Carpathian Grey die je ziet staan. Nice. Dit is een 2024 model, dit is 2023. Lin is echt lekker rondje aan het lopen en ze weet het niet. Nee, echt niet. Ze weet het niet. Nee. Wat vind jij de mooiste? Of smaken verschillen gewoon? Het is echt smaak. Het is ook een beetje opties. Deze heeft een head-up display, die is een jaartje jonger. Achterlichten zijn weer iets anders. Het is allemaal weer ietsje... Hij is gewoon wat nieuwer inderdaad. Deze kleur is, noemen ze een premium metallic lak. En dat heeft ermee te maken dat het een wat duurdere lak is. Die afhankelijk van de lichtinval een beetje kan verkleuren. Dus het ene moment is hij tegen zwart aan. Het andere moment is hij echt heel grijs met het zonnetje erop. Hij heeft een zwart dak en hij heeft allemaal zwarte accenten, dus het combineert wel heel mooi. Maar het is natuurlijk is geen foute keuze daarin. Nee. Maar de binnenkant is wel heel anders. Ik ga jullie ook eventjes heel kort het verschil aan de binnenkant laten zien. Kijk, hier heb je namelijk, dit is het stuur en dan heb je dus hier alleen een pook en één scherm. Dit is het allernieuwste model en dan heb je hier nog een opbergvakje, zoals je kan zien, waar je dan ook je telefoon kan opladen. Ik vind het zo lastig. En bij deze heb je dan dus... twee schermen. Kijk, hier heb je een scherm en daar heb je een scherm. Een soort van uitklapscherm is het anders. En een ander pookje. Dus ja, je ziet wel echt het verschil inderdaad. En dan is de vraag, ja, wat vind je mooier natuurlijk? Maar dat is voor iedereen weer anders. Terwijl dit dus wel het nieuwste model is. Daar zitten we, jongens. Kijk, oh, wow, daar komt de vliegtuig zo over. Zie je? Hoe verstel ik dit? In de verte. Hoppa. Zo, volgens mij hebben ze de vliegroute nu precies hier zo. Want ze zitten echt heel dicht bij Schiphol. Oh. We gaan dus even een klein testritje maken. Ja. Wat zeg je nou? Ja. Het rijdt, zeg maar. En ik vind het belangrijk hoe het eruit ziet, maar ik merk niet per se... Ja, ik zal heel veel commentaar krijgen. Nee, ik vind het mooi dat je dit zegt. Lin zegt ook gewoon van... Moeten we rechtdoor, trouwens? Nee, ik zal wel hier naar rechts gaan. Lin zegt ook, ja, gee, een testrit. Ja, maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ik wil helemaal geen testrit, want ja... Het hoeft niet, het rijdt. Iedere auto rijdt. Ik vind het gewoon belangrijk hoe het eruit ziet. En als het maar rijdt, dan vind ik het belangrijkste. Ja. Ja, als het rijdt vind ik het goed. En het rijdt, ik geloof het allemaal wel, maar het rijdt toch. Ga ik hier weer om? Ja, voor mij hoeft dat niet. Jij vindt het leuk. Nee, ja, maar ik zeg altijd van, als je dan een auto koopt, moet je toch eigenlijk wel even een ritje doen. Van... Die auto is ook mooi, wat is dat? Dat is een Audi. Ja, wat voor Audi? Volgens mij is dat de e-tron, dezelfde die je vader heeft. Ah ja, dat is ook leuk. Ja, toch? Hij is groen. Maar ja, ik weet het niet, want ik heb altijd met testritten, ja, ik geloof het wel, dat ik denk, ja, een auto is een auto en ja. Jij bent gewoon voornamelijk, jij vindt de looks heel belangrijk. Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. Ik ga hierop wachten. Ja, dit is dus de zwarte waar wij ook nu in zitten, jongens. Ik moet zeggen, het ziet er wel allemaal fancy uit zo ook, hè, van de binnenkant. Ja, ik vind zelf de binnenkant van de 2023 mooier dan die van de 20. Ja, omdat je hier dus ook een schermpje hebt en dat heeft die andere dus niet. Kijk, het ziet allemaal best wel strak. Ja, en ik vind die knoppen ook gewoon fijn. En, Ja, het is echt een Range Rover mommy zo, hé. Straks. Ja, via dat gedacht. Dat is toch zo'n term? Dat noemen ze toch zoiets? Een Range Rover mommy. Ik zie dat wel eens voorbij komen. Maar we maken dus ook echt maar even een heel klein rondje. We zijn eigenlijk alweer onderweg terug. Lin wil gewoon even een beetje de grootte aanvoelen, that's it. Maar... Ja, en ik heb natuurlijk wel al met dit formaat gereden een paar dagen van de buurvrouw. Ja, van de buurvrouw. Ja. Van Sidra. Shout-out naar Sidra, jongens. Oh, we moeten echt een afscheid cadeautje voor de kopen. Sidra gaat echt zeggen, je moet deze kopen. Ja, klopt. Dan match je met de buurvrouw. Maar ja, straks is het de buurvrouw niet meer helaas. Nee.
ook een van de belangrijkste dingen is natuurlijk de ruimte achterin. Nou, die is er zeker aanwezig. Je hebt ook Isofix daar beneden zitten, dat zie je. En ja, het hoge, daar draait het voornamelijk om. Ja, het is echt mooi bak. Dit is wel een mooi verhaal. Lin, haar moeder, die wilde dus ook een Evoque, zegt Lin. Altijd, echt 10 jaar geleden al. En toen? Ja, ik zei altijd tegen mama, ja, ik ga toch in ieder geval een Range Rover, dat zijn echt kutauto's. En toen zei ik tegen mama, eergisteren, van ja, ik ga deze week kijken voor een Range Rover Evoque. Ze zei, nou op, ze zei, dat meen je niet. Ze zei, je had er altijd zo'n hekel aan. Ze heeft altijd je moeder eraf gepraat. En ja, mijn moeder heeft nu een Audi Q5. Jongens, het komt ook echt niet door mij trouwens. Ik ben natuurlijk wel... Nee, maar door jou ben ik wel de auto meer gaan leren kennen, om het zo maar te zeggen. Ja, omdat we hier een paar keer geweest zijn. Precies. Natuurlijk. Je bent er al. Even een laatste blik. Nou, even een fotootje maken moeten ze natuurlijk ook doen. Hè? Ik weet het niet van kleur, hoor. Ja, je twijfelt dus tussen het grijs en het zwart, hè? Ja, maar ik denk... Omdat ik die rode remklauwen mis nog. Bij deze? Ja, rode remklauwen zouden wel cool staan inderdaad. Ik ben dus ook altijd gewoon helemaal weg van zwart. Black on black, gewoon een beetje gangsterachtig. Ik vind dat wel gewoon heel gaaf. Het zou dan ook wel super cool zijn als ik zeg maar voor de zwarte sport ga. Dan hebben we echt matchy gewoon. Hé? Hey? Dat zou wel echt dik zijn. Dan matchen we wel. Dat zou echt leuk zijn wel. Denk ik. We zijn weer terug. Lin is even snel naar het toilet, jongens. Ja, en kijk, dit is dan dus de versie waar ik voor zou gaan. Maar dan in het, ook in het zwart helemaal. Ja, of deze klus ook wel gaaf, hè. Poh. Maar zwart, ja, zwart vind ik altijd het beste of zo. Kijk, die achterkant ook. Poeh. Nou, jongens, dat was hem dan. We hebben gekeken. Het was leuk. Ja, sorry, toch weer voor een auto kijken. Het is echt, hebben we heel veel gedaan de laatste tijd. Maar ja, als je dat niet leuk vindt, dan skip je lekker een vlogje in de kar. Kom je morgen weer terug, want zo is ons leven nou eenmaal... Morgen gaan we niet naar auto's nee, kijken. Nee, morgen niet. De komende tijd sowieso niet meer, denk ik. Dit was echt even de allerlaatste keer. Maar dit is gewoon echt even nodig nu. Dus vandaar. Aangezien wij 1,5 uur moesten rijden, gaan we even onderweg een frietje halen. Dat is wel echt een kut. Altijd als je vanaf Amsterdam ongeveer, die plek, naar ons huis rijdt, is altijd zo'n kut file rond deze periode. Dus kijk eens, Bram Ladage. Dat vond je helemaal top. Ja, heerlijk. Altijd goed. Een brammetje. Nee. Ja, frietje. Kijk jongens, potje pindasaus. Oh. Ja, vind je dat lekker? Dat is voor jou? Voor mij. Oh, of niet? Ik heb dat niet besteld. Oh, nou ja. Dan hebben we hem erbij gekregen. Nee, ik niet. Kijk eens. Oh ja, ik heb uiteraard weer de samurai saus, jongens. Mijn favorietje. Helemaal lekker dit. Oh. Jongens, een frietje maak je vooral in. Altijd helemaal gelukkig mee. Maar mij ook. Kijk eens, ziet er weer goed uit. Hé, hey, eet ze. Zo, we komen thuis en och jongens, ik moet zeggen, die ene de laatste tijd, het valt dus best wel mee hoe erg ze het terras onderscheidt. Ik bedoel, kijk, als je dit hier ziet, dit was normaal gesproken echt helemaal erg. Je kon bijna niet op je sokken buiten lopen. Oh, nou, als je het over de duivel hebt, komen ze net aanlopen. Goeiedag. Hey Lieltje, hey Piepske. Maar kijk, het valt dus echt wel mee. Dit was allemaal veel erger, het zat helemaal onder de witte schijt. Dus ik weet niet waardoor het komt, maar ik ben er blij mee. Doen jullie goed jongens. Hey. Lekkere wachtwoentjes. Hallo. Ik zat Feyenoord te kijken. Ik heb Feyenoord afgezet. Zit er hier eentje gewoon te lachen om het verlies van 4-0? Hoe durf je? Nou ja, ik vroeg gewoon van, moeten ze ook nog tegen Manchester? Hoe durf je nou? Je weet dat het de jongen die daar in jouw buik zit, die wordt straks verfijnd, hè? Die is ook gewoon zwaar verdrietig straks. Misschien wordt hij wel van NAC. Nee, Lin. Die wordt ook verfijnd. Ja, en dan zit jij nu een beetje uit te lachen dat Feyenoord even 4-0 afgeslacht wordt. Hij is echt verdrietig. Dat zei hij net tegen mij. Ja, zei hij dat. Hij moet ook lachen. Lin, dat kan je niet zeggen. Hij gaat er voor dezelfde club worden als ik. Echt. Echt waar. Oh. Nee, hij zit niet te lachen. Hij is ook net zo verdrietig als zijn papa. Het is zover hoor, jongens. Het is 2:12 s'nachts. En hey, FIFA is geactiveerd. Precies om 12 uur kan je spelen. Dus ik zit gelijk klaar. En wedden dat als ik nu mijn pa opbel... Ik ga het gewoon proberen. Als ik nu mijn pa opbel, dat hij sowieso ook zit te spelen. Even kijken als hij überhaupt opneemt, hoor. Laat maar raden. Oh, de nieuwe FIFA. 12 uur 's avonds. Ja! Ik zit even kijken. Je moet goed opletten. Ja, ik zit ook precies te kijken. Ik zit ook precies te kijken, het begin van de game. Ja. Tactieken bespreken. Ja, ik wist dat jij klaar zou zitten. Ja, ik wil even kijken natuurlijk. Ja, mooi dit. Jij ook. Ja. Succes, hè? Ja, en sterkte aan mama.
Ja, die liggen al te slapen. Maar ik maak het ook niet later. Ik moet morgen ook werken. Ja, ja. Doei. Oké, jongens, mijn vader zei, hè, dit is even de volgende dag. Ik ga het niet laat maken. Ik heb het letterlijk op beeld staan. Dus de echte vraag is nu, ik wil het nog even toevoegen aan deze vlog. Hoe laat heeft mijn vader het gemaakt? Moet ik zeggen? Ja. Kwart voor vier, jongens. Ik weet niet wat deze man ziet onder ik maak het niet laat. Maar... Het was niet de bedoeling, maar... Het was niet de bedoeling, nee. Nee, het was niet de bedoeling. Zo kwam hij naar bed zeker? Ja. Kwart voor vier. En hij zegt op beeld nog... Nee, ik ga het niet te laat maken hoor. Ik moet morgen werken of iets. Weet ik veel wat hij zei. Moet hij werken vandaag? Ja. Wat dan? Hij werkt wel elke dag. Ja. Nee, maar hij ging twee klanten doen. Nou maar het is nog laat gemaakt, jongens. Ja. Nou, jongens... Ik ga het niet te laat maken. 0048 staat hier nu. Je ziet het. Dus ik ga niet tot midden in de nacht spelen. Want ik ga lekker naast Lin liggen. Die zit nog even op het toilet. Want zwaar. Dus ze moet super vaak plassen. Nee, ik ga morgen lekker verder spelen. Dan ga ik even kijken wat er allemaal nieuw is en doen. En ik heb even met Feyenoord een potje gespeeld. Even met Real Madrid en met Manchester City. Mijn drie favoriete teams. Dus ja, dit was de vlog voor vandaag. Lieve mensen, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden om te zien. Dagje dichterbij... We willen een verhuizing weer uit. Alsof 20 september staat het nu op mijn telefoon. Dat is nog 10 dagen. Oh. En uiteraard, ja, mijn verjaardag natuurlijk. Wordt ook leuk, denk ik. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe. En dan zeg ik u later.